Boy QC en ik ben vandaag in de building met niemand minder dan... Ja, dan... Wat? Ja, nee, ik ga niks meer zeggen. Zo, ik stel jou voor, jij stelt jezelf niet voor. Nee, omdat ik jou een keer weer dat het boeit niemand eroverheen krijg. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Pak je moment. Ja, met Steffi. Er is helemaal niks. Excuus op zijn minst. Ja, dag. Krijg ik ook nooit als jij het boek niemand zegt tegen mij. Ja, zeg. Goed, vandaag zijn we met een nieuwe video. En waar gaan we op reageren? Burenruzies. We gaan weer reageren op burenruzies. En ja, ik heb er zin in. Ik moet wel zeggen, een beetje pijn. Hoezo? Hè? Hoezo? Ja, die shirt zit veel te strak. Gebleven burenruzie, hè? En ja, dus daar gaan wij op reageren. Ik ben benieuwd of we weer tegen gaan komen. Maar let's go. Kom, pak de mic. Nou, doe nou eens normaal. Wat? Ik wil zeggen, pak de mic even. Zeg even dat ze moeten abonneren. Ja, wees geen peer abonneer. Hey, classic. Lekker man. Zo. Welkom in Rotterdam met Abdel. Hey, Rotterdam. Dit is mijn woning. Abdel uit Rotterdam. We zijn bezig met verbouwen. Alleen ik heb een conflict met de buurman. Wie is de buurman? Mijn buurman en ik hebben een geschil. Een geschil? Ik merk wel altijd dat zeg maar mensen die wat op leeftijd zijn, eerder gaan klagen of zo. Heb je dat niet? Toch altijd. Ja. Heel vaak dan. Ja. Ja, dat is wel zo. Dat is natuurlijk niet allemaal over één kam scheren. Nee, maar het is gewoon wel, het valt wel op. Ja, nou, hij is niet blij. Over een erfafscheiding die al dan niet op een bepaalde plek moet komen. Het gaat om dit stukje wat er zo af zou moeten. Oh. Zo. Stel je voor, precies, hè? Net voorlangs of op de grens van dit boompje. Zoals jullie zien, we zijn nu op het dakterras. Mijn buurman is tevens ook mijn broer zelf. Dus het is een familievillaatje, zeg maar. Het lijkt net of je ergens in Noord-Spanje zit. Wat? Huh? Wat? Ik snap het even niet. De buurman is zijn broer zelf. Nee, volgens mij wonen hun samen in één tuin, snap je? Oh. Dit is, zeg maar... Oh, het zijn twee tuinen. Ja, ze hebben dus, net zoals wij de buren zeg maar hier uit zouden kopen. Ja. Wat op zich mogelijk. Nou. Nee, maar oké, terug naar orde. Dan houden die stukken tussenuit. Ja, oké, ik snap het. Ja. En dus dan hebben ze een soort van één villa. Dat is wel hard, hè? Stel je voor, wij wonen met onze kinderen zo. Ja. Ja, wel tof. Dit perenboompje, dat is onze lust en ons leven. Hier enkele tientallen kilo's peren af te halen en hier een zitje te hebben, wat ik verleden jaar gemaakt heb. En als er dan ineens iemand zegt van ja, dat stukje grond, dat hoort bij mijn tuin en die schutting moet je weghalen en die perenboompjes moet je weghalen. Ja, dan is mijn woonlust wel behoorlijk vergaald op dat moment. Kijk, dit is de schutting die gaat komen. Het materiaal is er dus al. Het komt erop neer dat het meer hun klacht is dan, ja. Volgens mij. Nou ja, ik kijk liever tegen zo'n schutting aan dan die andere. Het ziet er niet uit. Ik vind Abdel best wel een goede gozer. Maar papa die komt met eisen dat daar een stuk van die schutting af moet. En die heeft daar ook die beton gestort. Het heeft ook niet die jongen tussen die papa en hem. Ik ben daar niet blij mee. Het liefste pak ik mijn voorhamer, ram hem helemaal eraf. Zet ik mijn eigen schutting neer. Half uurtje terug. Ik vind het weer een hele bijzondere zaak vandaag. En het blijkt maar weer dat er soms maar dit voor nodig is of de hele boel ontploft. Want aanvankelijk was er niets aan de hand. Beide buren konden prima met elkaar opschieten toen ze hier net kwamen wonen. Leenden gereedschap van elkaar, dronken een biertje. Eind goed, al goed. Maar goed, ik ben blij dat meester Visser... Ah, dat is wel kut. Ze waren eerst gewoon goed met elkaar. Ja. Nu niet meer. Ik ga met beide partijen in gesprek achter in de tuin. Kijk. Vader en zoon staan al klaar. Ja, klopt. Hartstikke goed. Haal ik de buurman erbij. Erik, kom je mee naar de buren? Okay. Wel leuke mensen. Mag ik hem even meenemen voor één keer? Ja, natuurlijk. Mag je voor één keer nog de laatste keer wordt dat? Wat is nou de aanleiding geweest dat het is omgeslagen van dat het goed ging naar dat het niet meer goed is gegaan? Ik denk dat het de overgeëmancipeerde vrouw is. En toen begon hij mij helemaal af te maaien in het bijzijn van die dame. Ja, en of dat nou zijn vriendin is of... Ik denk het gaat over de tuin. Man begint gewoon te praten over een vrouwtje. Die is niet bang. Ja, en of dat nou zijn vriendin is of niet, en of die me raar naar lagen te douwen of niet, dat maakt me geen fuck uit. Is het wel of die nou ligt te douwen of niet?
mij ook boos, hè? Ja. Ja. Het vingertje komt erbij, oogjes scherp. Ja, nu krijg ik de volle laag. Oh. Ik vind van jou, maar dan ben ik pis. Ik ben 36 jaar getrouwd. Uit de 36 jaar getrouwd. Oh, jij zegt lekker naar verder. Ik zag ze heel vaak hier. Ik zag ze heel vaak hier. Ja, en daar is mis mee dan. Wat is er mis mee? Helemaal niks. Je zoekt zo. Oh jee, hij zit gewoon nu even te beweren dat die man dus... Nee, graag, over zijn vriendin. Hey, ik zag ze heel vaak hier. Ja, en daar is dat mis mee dan? Wat is er mis mee? Nee, 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 ik snap er niks meer van. Ik ook niet. Maar dit ging toch om mijn tuin? Ja, en nou gaan ze niks. Waar zijn wij nou weer in beland? Jongens, ik begrijp het niet meer. Dan word ik echt pissig. Oh. Dan word ik echt wit heet van binnen. Dan kan ik zo zijn bloed onder zijn nagels drinken. Echt, geloof me. We gaan verder met de schutting. Jullie hadden daar een afspraak. Ja, laten we over de schutting hebben. In eerste instantie. Kijk of hij het nog kan zich herinneren. Want hij bepaalde dingen, die afspraak die hij maakt, komt hij ze sowieso niet na. Een uur na die afspraak ben jij daar op teruggekomen. Voorlopig is de drie kwart jaar nog geen tering gedaan. Aan het weet je kom? Kom naar die beton. Ja, bij mij loopt inmiddels mijn hand vol. Pleur op, man. Iedereen heeft hier last van. Iedereen heeft hier last van. Wat gek is, ik denk dit wordt gewoon een vriendelijk gesprekje. Ja, toch. We waren allemaal wel relaxed, maar niemand is meer blij. Onze beste meneer ook niet meer. Die raakt het zat. We blijven even bij de schutting. Daar is een afspraak over gemaakt, die heeft een uur geduurd, geloof ik. En die heb jij ingetrokken middels een aangetekende brief. Daar was je ook zo boos over. Ja, dat neem ik niet serieus. Neem ik niet zin, hè? Dat als je man bent met ballen, kom je naar mij toe, dan zeg je het recht in mijn gezicht. Ga je niet achter een brief schuilen? Die brief heb ik gedaan. Dat wel. Ben ik wel mee eens, toch? Dat we alleen maar toe gaan. Ja, die Abdel staat op zijn streep, hoor. Teringhoer over die brief, ja? En je had toch gezegd dat je hem weg zou trekken? Dus ja, ik heb juridisch ingewonnen. Die schutting staat zoveel jaar. Ja, maar waarom heb je die brief waarom gehad? Zeg je iets omdat en dan kom je zo, waarom? Je belooft wat, maar je komt het niet na. Afspraken nakomen, ja. Afspraken, gewoon man zijn. Wat moet man zijn. Dat moet een man zijn. Ja, lekker dat bekvecht, hè? Ik ben gewoon een misselijk mannetje, dat ben je gewoon. Ik ben blijft doorgaan. Ik ben gewoon klootzak van jou? Best. Klootzak heb ik nog niet gezegd. Dat heb jij gezegd. Dat heb jij gezegd. Nou, dat ben je wel. Staat nog als... Heb ik dat nog gezegd? Maar ben je wel? Lijp, man. Dus, ik heb wel het gevoel dat dit alleen in Rotterdam kan, zeg maar. Je hoort ook echt aan die uitspraken. Ja. Het is gewoon intimideren, domineren, intimideren. Welkom, we zijn hier in Zwijndrecht. En aan de orde is de zaak tussen de heer Abdel, bijgestaan door zijn vader, en de heer Erik. Nou, u heeft dat huis daar gekocht in... Februari 2019. En u woont er sinds ook zoiets, hè? Sinds mei 2019. Ja, en toen maakten we kennis met elkaar. En ik heb begrepen dat dat heel goed ging. Oh, dat ging goed. Aanvankelijk ging dat uitstekend, ja. Op een gegeven ogenblik ging u plannen maken. De schutting moest vernieuwd worden. En er moest wat gebeuren aan die, ja, ik noem hem maar even de poort. Wat moest er gebeuren met die toegang? Die toegang wouden we een gezamenlijke poort gaan maken. Ja. Dat vond Erik goed en de trap in tegelijkertijd. Is er toen ook afgesproken wie dat allemaal ging doen? Maar in overleg met de buurman hebben wij afgesproken van... joh, zullen wij die trap aanpakken, die poort naar beneden? Ja. Vond de buurman goed, we maken er iets moois van. En dan zou hij aan mee moeten betalen? Het hoefde niet, dat mag. Wat zijn de kosten tot nu toe? Ja, ik denk dat je dan 500, 600 euro zet nu op dit moment. Nou, dan valt nogal mee allemaal. Er is ook een afspraak gemaakt over de schutting aanvankelijk. Dat klopt. De afspraak was, buurman, zullen wij de schutting vervangen? Ja. In eerste instantie was het goed, maar na een uurtje was het ineens 180 graden omgedraaid. Hij zei, nee, hij blijft staan. Dus vandaar dat ik de kadaster heb ingeschakeld. Ja, nou, het kadaster is gekomen, die heeft toen uitgemeten en toen bleek dat die schutting niet goed stond. Die stond te veel aan de kant van uw kant op. Ja. Daarachter is ook nog een stukje tuin, maar dat is niet van u. Het is van de gemeente. U heeft het gehuurd en bij u is dat onduidelijk. Want in uw koopakte staat dat u de huur wel zou overnemen, maar dat heeft u kennelijk niet gedaan. Dus dan zit u zonder recht en titel zit u op dat stukje grond. Ik, ja, en wat, dat verbaast mij ook heel erg. Ja, nu een beetje zijn bek voor mijn tanden. Ja. Goed, en dan, ja, ik durf het haast niet over te beginnen... Maar er is nog wat voorgevallen. En laten we het toch maar even bespreken, zodat dat gif er ook even uit is. U zou iets gezegd hebben over een collega van meneer. Oh man, ik ga stuk. Die Frank Visser is ook uit op sensatie. Ja, ja. Hij houdt ook van sensatie. Hij is een stiekem stoker, die vissertje. U zou iets gezegd hebben over een collega van meneer, een dame. En dat is ernstig. Daar bent u zeer door beledigd. Ja. Heel beledigd. Terwijl ik 36 jaar getrouwd ben. Het heeft helemaal niks met jou getrouwd te maken. Dus als jij 40 jaar getrouwd bent en ik zeg dat jij een affaire hebt... Je moet niet afzitten. Mag jij accepteren. Ja, dat zei ik toch? Dat gaat waard. Hij loopt hem te beschuldigen dat hij vreemd gaat... terwijl hij al 36 jaar getrouwd is.
Dus als jij 40 jaar getrouwd bent en ik zeg dat jij een affaire hebt... Je moet niet afzitten, kan als je gaan lopen doen. Als daar een dame bij is, verliep me gewoon de grond in te boren. Ja, jij zegt gerust bij iedereen dat ik een affaire heb met mijn leidinggevende. En dan wil ik wit heen. Het maakt mij geen fuck uit of jij iemand ligt te douwen of niet. Kijk. Dat heb ik... Dat is helemaal niet de discussie, zeg maar. Nee. Dan gaat hij gewoon weer door. Hij gaat gewoon weer door. Hij zegt, het boeit me niet of iemand ligt te douwen. Kijk, hij wordt wit heet. Wit heet. En daar gaat hij juist over. En ik begin dat echt trouwens. Maar als jij zo tegen mij doet waar die dame bij is, ja, dan. Die dame is onze werkgeefster. Ze is mijn werkgeefster. Ja, nou en? Een opdrachtgever. En dan ga je me zo behandelen terwijl ik gelukkig getrouwd ben. En dan word ik wit heet. Trouwens nog. Ik weet eigenlijk voldoende. Ik zie hem zo terug en dan zal ik u zeggen... Oh, ik dacht bij jezelf genoeg sensatie. Ja, maar hij lacht gewoon erom. Hij vindt het gewoon een lachetje. Kijk, die dit. Kop. Ja, ja. Vindt hij leuk, hè, die Frankie? Hij vindt die zaak volgens mij ook nergens overgaan. Ja. Wat is dit? Seniorenstrijd. Dit is mijn woning. Seniorenstrijd. Oh, mooi. Het had een paradijs moeten zijn. Douglas, heet hij zo? Maar het is een hel geworden. Vanwege de buurman. Nee. Ik heb een rust gegeven. Er zijn niet heel spannende dingen die gebeuren. Meneer Bolle. Ja, dat is wel een goede naam, hè? Meneer Bolle. Meneer Bolle. Zo, weet je gewoon alsof van een achternaam? Ja, ik denk het. Kijk televisie. De geluidsoverlast van de bovenbuurman begint na 12. Oké. Dat houdt dan heel eventjes op en dan begint hij weer om nu of 3, 4. En dan hoor ik dat gebonk. Hij ging even demonstreren. Het is toch niet Mikey, man? Even reconstructie. Denk ik. Ja, reconstructie. Lijven. En dan? En dan hoor ik dat gebonk. En dan krijg ik gewoon vreselijke hartkloppingen. En dan nog een dreun. En nog een dreun. En dan wordt het bij gewoon te veel. En dan ga ik naar boven. Zou je dit expres doen? Komt in zijn kamerjas. Komt hij naar aangestormd hier. En dan staat hij daar. Toen zag ik de koppie hier. Dat hij er zat te gluren. Nu zeg ik, ophouden ermee. Mooi. Dit is mooi, hè? Ik vind dat echt, ik vind hem nu al geniaal. Dan zag ik dat kopje, dan zeg ik, ophouden, hè? Ophouden, klaar ermee. Zag ik de koppie hier, dat hij er zat te gluren. Nu zeg ik, ophouden, hè, ermee. Ophouden. Zit je wel helemaal lekker in je hoofd. Weet je wel wat je zegt en je doet? Boontje komt om zijn loontje, ja? Ik mag geen eigen rechtertje spelen, dan doe ik het op deze manier. Dus heb ik het gewoon zo gedaan. Ja, je merkt wel dat die man is wel niet helemaal parkje volgens mij, maar oké. Wat heb je er aan als je iemand zijn deur nat maakt? Zeg maar, hij denkt, ja, eigen rechten spelen niet, eigen rechten spelen mag niet, zegt hij. Dat doe ik het maar zo. Ja, ik denk gewoon zijn gram halen of zo. Met water tegen zijn deur. Het was eigenlijk een compleet onhoudbare situatie geworden. En dus besloot ik om beide mannen samen te brengen voor een goed gesprek. Oh jee. Ik dacht, nou, goed weet je gesprek. Wat, als ze elkaars verhaal horen, dan krijgen ze misschien ook meer begrip voor elkaar. Maar even dat pakt er net even anders uit. Ja. We hebben het hier echt over overlast. Jij ik zegt, heb overlast. Meneer Bolle heeft voor mij helemaal geen last. Laat me even uitpraten alsjeblieft. Jij zegt... Dit was eerder dus waarschijnlijk. Maar dit is al van een contactverbod geweest. Nacht gebeurt dit. Ja. Meneer Wilschut, is dit wat scheef hier? Het mankeert niks aan mij. Ja? Ik ben gewoon overspannen. Dat blijkt dus. Hij is... Hij is ook wel grappig, hè? Is dit wat scheef hier? Is dit wat scheef hier? Ga ik het ook tegen mensen zeggen. Hé, meneer. Het was scheef hier, hè? Ja, echt. Ik weet het 100% specifisch niet... dat ik niet gestoord ben. Ja, hij moest zelf nog even nadenken. Een paar keer met je voeten staat te schoppen tegen mijn deur... dat je staat te spugen tegen mijn raam. Heb je dat gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Ach, god, verdomme. Geloof ik niet. Als ik net zag dat hij die emmer water gooit... Ja, dan kan hij ook wel een stap maken naar spugen en... Dat is het ding, hè? Het woord van u, meneer Bolle, tegen het woord van Douglas. Ik vertel 100% de waarheid en niks anders dan de waarheid. Ja. En die meneer verzint te plekken dingen. Meester Visser en meneer Roelofsen, wat fijn dat u er bent. We gaan eerst nu naar de flat van meneer
Douglas. Ja. En dan zou ik graag willen dat jij in je eentje naar de flat van meneer Bolle gaat om daar de nodige schuif- en plonsgeluiden te maken. Ga ik daar een paar testjes doen. Goed, tot zometeen. Ben benieuwd. Zou zo gehoord zijn? Victor, begin maar met wat geluiden. Misschien het bed. Het bed. Jezus, Mina. Niet te tillen. Ja, dat hoor ik. Ja, dat hoor ik. Nou, dit is onmogelijk dat die man van 84 dit s'nachts doet. Ja, dat weet ik niet. Die man heeft best wel groot, meneer Bolle. Er zijn wel mensen van die leeftijd met kracht, hè? En als hij waarom zou hij dat doen? Om hem te irriteren. Je moet niet gelijk al de kant van meneer Bolle kiezen. Hè? Hij kan ook een sneaky eentje zijn. Dat is voordat hij gaat slapen nog even in bed, omdat hij weet dat hij hem dan irriteert. Er zijn nog klachten over het toilet. Trek ik nu eerst even door, ja? Ja. Je krijgt het geratel nog, hè? Tap, 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 tap. Het lijkt niet een klok. Nee, dat is die flutter van hem. Tap, 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 tap. Weet ik het ook eerst? Ik denk dat hij ook heel erg op geluiden gaat letten. Ja. Als iemand zijn wc niet meer door kan spoelen. Ja. Ja, dag, dat moet ook niet kunnen. Douglas Wildschut tegen meneer Marinus Bolle. U zegt, misschien is meneer's gehoor niet goed. Nou, dat hebben we uitgesloten. Dus we hebben gevraagd of u wilde meedoen aan een gehooronderzoek, toch? Ja, dat heb ik. Meneer Roelofsen, is er iets met zijn gehoor of hoort hij als een jonge maagd? U ziet daar twee lijntjes per grafiek. En die twee lijnen staan redelijk dicht bij elkaar. En die horen eigenlijk verder van elkaar af te lopen bij een normaal gehoor. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat meneer voor sommige geluiden overgevoelig is. He, je hoort met je hersenen. Dan wordt dat signaal wat in de oren dan binnenkomt, wordt zeg maar eigenlijk versterkt overgezet naar de hersenen. Dus je hersenen die reageren te sterk. Dus als ik gewoon een geluid van 65 decibel hoor, dan is het in meneers hersenen alsof iemand, zeg eens wat, 90 decibel? Ja, of misschien nog wel veel harder. Maar u wist dit niet? Dat wist ik niet. Nou, die extra gevoeligheid. Nou, dat is niet zo relevant, vind ik. Oké. Dat is niet zo relevant, ja. Het is best een dat ding. Heeft ermee te maken, ja, maar het is niet relevant. Het is niet relevant volgens hem. Wat is er de afgelopen week aan geluid gehoord? Ik heb in deze afgelopen nachten, 7 nachten, veel data afgeluisterd en ik heb 2 keer wat gehoord. Als het in relatie zit met geluid wat afkomstig is van de bovenburen. Ik heb nog veel meer andere geluiden gehoord. Maar geluid van de heer Bolle afkomstig was, is dat 2 keer... Ja, maar dat is ook lastig. Want als hij weet dat hij is langs geweest, dan gaat hij sowieso... Ja, tuurlijk. Dan gaat hij eraan dat niet doen. Daar is hij wel slim genoeg voor. Van meneer Bolle is het gewoon. Ja, maar hij heeft niks gemeten. Ik zou het niet weten, maar ik zit niet zomaar uit de lucht te grijpen. Meneer, dat is toch niks uit bewijs. Het zijn duizend vakmensen. Niks met jou te maken. Maar vertrouwt u onze geluidsman? Vertrouwt u onze geluidsman? We kunnen echt niet goed met elkaar. We gaan nog een keertje knokken met elkaar. Er is geen enkel hard bewijs dat Max Bolle zich schuldig maakt of heeft schuldig gemaakt aan structurele geluidsoverlast. Sterker nog, onze deskundige heeft een hele week geluid gemeten en heeft niets gemeten wat het gelijk van Douglas kan ondersteunen. Ja, maar hij is slim genoeg. Hij weet dat die man langs is geweest. Hij weet van ze gaan meten, dit en dat. Nou, of die andere guy zijn aan het flippen. Ik weet het niet. Ja, maar ik weet niet. Ik denk wel dat die ene guy ook niet helemaal... Nee. En dat alles op straffen van een aan Bolle te betalen boete van €250 per keer, meneer Douglas, dat u dat zou overtreden met een maximum van €20.000. Oh, dat is niet misselijk. Anders... Nee. Hij is ook gewoon helemaal stil, hij wil niet meer praten. Hij is het zat. Dat het een goed idee is dat u een consult aanvraagt bij een KNO-arts om te bezien wat gedaan kan worden aan uw gehoorafwijking. En dat laatste bij voorkeur in overleg met een psychiater die zo nodig naast therapie ook rustgevende medicatie kan voorschrijven. Oh ja, die is het zat. Die heeft dan weet je wat. Ja, de pleuren allemaal. Hij doet mee aan het programma. Hij denkt, ik ga me gelijk halen. Hij krijgt te horen dat hij naar een KNO-arts moet. Naar psychiater. Hij denkt, rot op met dit programma, man. Wat doen jullie mij aan? Nou. De koptelefoon is af. Stephanie, de koptelefoon is af. We zijn bij het einde. Dus wij gaan nog even een leuk avondje hebben. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben en tot de volgende. Ja!